Het beste arbeidwens, twee mooie bakken, 5 euro. Twee gezaad bij mijn slagroom. Eén bakje arbeid, 3 Droog volgens mij. Biertje erbij, voetjes van de vloer. Voor Alex een bosje, ladies. Mooi. Ja? Dankjewel. Vind het erin. En graag tot de volgende keer. Mensen, bedankt. Tot de volgende keer. Duo Haina, oftewel Hermine en Hans. Hoop dat jullie genoten hebben. En we hebben genoeg muziek. Tot vandaag 1 uur wel, maar we hebben het stoppen, helaas. Nou, één naar toegeven gewoon nog doen. Dan gaan we zo naar Sierra Madre doen. Ja? Goed zo dan. Als jullie allemaal goed meedoen, nou, dan is het helemaal compleet. Shall we mention Sierra in all to be sunny again?
Op zijn wij te beluisteren op het terras Bolsje te Vassen. Even een kleine reclame voor onszelf. Vanaf 1:30 Bolsje in Vassen. Tot kijk. Chanticoor, succes. Succes. Eerst hadden lieve mensen, goedemiddag. Goedemiddag, oud Bantum. Een hele eer voor ons als kloosterzangers van Subkelo om hier vanmiddag samen met de Moscovieten voor jullie wat versier te mogen brengen. Het is vakantietijd en als snap je wat ik zeggen wil, ik moet een aantal mensen helaas excuseren, want die zijn op vakantie. Geldt niet alleen voor zangers, maar het geldt ook voor muzikanten. Maar we hebben geleerd, we moeten roeien met de riemen die we hebben. En riemen die hebben wij, en roeien kunnen wij. Maar word je anders van een chanticoor dan niet gaat roeien, is niet best. We gaan voor u het eerste optreden doen en we gaan beginnen met een heel vrolijk liedje. U mag mee klappen en u mag mee zingen, u mag mee doen wat u wil. Valderie, Valdera, een frisse ochtendwandeling. Thanks.
Wat gaan we doen? We gaan het volgende doen. Ik heb hier een agenda. Dan mag u even kijken wat daarin staat. Allemaal namen van speelkaarten. Schoppen 9, klaver 10. Ja. Ja, oké. Wanneer bent u jarig? December, 27 december. Oké, daar gaan we. Ik hoop dat het lukt, want dit is niet makkelijk. December is een D, een E, een C, een E, een M, een B, een E, een R. Dus geen maat, M, A, A, et C. Dat zijn minder letters, maar december gaan we doen. Ik hoop dat ze blijven liggen. D, E, C, E, M, B, E, R. Dat is de maand. 27ste. Ja. Niet de 18e, niet de 4e. 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. We zijn er bijna. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Zoek nou eens 27 december op. Dat staat achterin. Dat had ik al door. Oké. 27 december. Wat staat er op 27 december? Wat staat daar? Klaver 2. Dan moet dit dus klaver 2 zijn. Ah, oh, deze is het ook, hè? We hebben elkaar nog nooit gezien, hè? Klaver 2. Op uw verjaardag. Klaver 2. Dank u wel. Leuk, hè? Ja, dank u wel. Graag gedaan. Dit is een schot van Jan heel erg. De ouderen kennen hem allemaal en ook zie ik heel vaak de jeugd wel een beetje mee zijn. Maar de ouderen kennen hem in elk geval. Al we nemen nu mee naar IJmuiden. Want op de sluizen van IJmuiden, daar heb ik jouw vaarwel gekust. Op dat plekje bij de haven stelde jij gelukkig mij weer gerust. Op de sluizen van IJmuiden. Oh,
kom ik op Wanten. We gaan een half uurtje zingen. We beginnen met ons introductielied. Een variatie hebt u net ook al gehoord. En wij doen het nog een keertje over met Wij zijn de Moskovieten. Bye.
kan nog een half uurtje, ja. Kom je dan nog even terug? Kom je dan nog een half uurtje? Ja. 3 uur gaat hij de lucht in. Een week daarna. U bent weer aan de beurt. Breng mooi weer met. Dit ding stond er dan, die paal, aan het begin van de winkel, als de deur in kwam. Moest je een kaartje pakken. En dan moest je dit eruit trekken en dan stond ik met 50 en was je aan de deur. Weet je wel? Zo'n kaartje. Dit is een bonus. Hier nog meer weegschouwingen. Ja, ik heb... Ja, dat is een hele vogeltje, toch? Ja. Wat? Kan je meer dan? Ik heb een misschien of er nog iets kind bij staat. Ik wil graag nog. Oh. Aha, dan. Mijn schoonvader zal het, maar ik, wij zeggen wel maar niks. Nee. Yeah.
dus toestaan. Even in het Duits. Een lied van Freddy Quinn. Jonge komt aan het wieden. En als een jongen daar eens vraagt, hoort Jan. Jan Leenbus die zal de solo maken. Hij krijgt nu van mij de microfoon. Yeah.
Ah, hier. Zeg, voor 40 euro. Ik denk dat meer, je komt voor 200 afwaarden. Nee, je moet. Hij moet alleen maar zo'n praatje doen. Geen probleem, nee. Thank you.
Dat is echt je woord gedaan. Wat heeft u ons? Ja. Oh.
leden van de Kloosterzangers uitnodigen. We zijn blij dat ook onze zangers het Sukkelo gehoor hebben gegeven aan ons verzoek om gezamenlijk op te treden. Een geweldig mooi evenement geworden. En uniek is ook dat we nu samen nog 6 nummers gaan doen. Nee. Of vooraan? Vooraan bij de ingang zijn nog loten te koop. En de hoofdprijs, dames en heren, is €300. Oh. Ja. En een lot kost maar €3. Klaar? Ik ben de eerste. Waarom? 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 Ik ben de eerste. Wa
Hey. En twee meisjes. Hi. Bij de plus hebben ze al meer dan 600 velden verkocht. In Telkom wordt het veld dicht gedaan en gaan we ervan uit dat als die rondloopt, dat die vanzelf al een keer gras tot iets anders verwerkt en dat op een bepaalde plek in het veld aan de achterkant loslaat. In vaste vorm. En als dat op een bepaalde plek komt, de eerste plek waar u dat doet, dan gaan we direct meten welk veld dat is. En dan krijgt die persoon de prijs van 300 euro. Ik ga heel veel mensen aan de kant. Dat betekent dat voor haar is dat niet helemaal nieuw. Normaal zit ze alleen maar gras en af en toe een keer een boer of een boer of een trekker. Maar dit is wel even wat anders. Ja, ik ga er ook nog even tegenaan te praten. Denk er maar even over na. Voor iedereen. Hey, vak 274 en daar heb ik het van. Maar dat betekent dat daar ook geld voor nodig is om iets voor de natuur te doen. Oké. Dan komt dat het nog voor schoon is. Ja, we hebben een klein beetje glas. Ik kan nog een klein beetje glas. Ja, dat is mooi, dat is niet toonbaar. Maar er is nog niet veel beweging. Nee, hij is een beetje in last. Ik zou mogelijk nog wat extra informatie kunnen geven over deze organisatie. Ja, goedemiddag, beste mensen. Aardige vrienden van de hospice zijn hier vanmorgen naartoe gekomen. Want we kregen bericht dat meisjes, zal ik haar zeggen, Herbert, een mooie actie hadden georganiseerd. En dat de opbrengst voor 50% naar Tafelkamp gaat en 50% naar onze vrienden van de hospice in Hardenberg. Nou, Gerrit Bosch, ik ben de meest zijn de vertegenwoordigers. En wij zijn de vrienden van de hospice, die moeten elk jaar zorgen dat het financieel rondloopt bij de hospice. Dan denk ik dat heel veel mensen dat een hospice dat het gewoon betaald wordt voor de ziektekosten te zijn. Maar dat is niet zo. Er is een landelijke pot van geld en die wordt verdeeld over alle hospices in Nederland. Als ze in bed naar de huiskamer gebracht worden, kunnen ze daar ook en daarvan genieten. Dat is ook het verhaal. Onze derde vrijwilligers die willen graag dat de mensen die een niet langere levensverwachting hebben van 6 tot 8 weken, dat die een goede verzorging hebben tot op het dagvoet. Maar de wagen is. En nou, hier kan het dus gewoon van. Ja, dat is goed. Dat denk Willem zelf ook, maar hij komt. De eerste druk is van de keten. Zomaar. Het is geschied. Nou, we gaan eten naar het gele merkpunt. Je hebt de spanning er goed ingehouden. De jongens van de meting zijn even afgeleid door Willem. Ja. Gaat er niet in staan? Oké. Okay. Ah, hij doet je niks, hoor. Ik beloof je dat hij niks doet. Hij ruikt alleen maar even aan. Twee is 1. 2 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 is 1. 2
54. Ja, okay. Precies 7 meter. Ja? Precies 7 meter. Ja, exact 7 meter. Nou, waar je duim hebt. Maar... Waar je duim hebt, ben je er voorbij hoor. Dat is de rand van het tatami. Dan is de stapel wat op, dat kan ook, hè? Ja, dat kan ook, maar het kan ook nog niet verkocht. Nee. Oké, kunnen we al bekendmaken welke velden is, of wil je alles in één keer aangeven? Ik bel met Bernd bij. Je kunt hem nu ook bellen. Oké, we hebben in ieder geval een winnaar. Wie van de winnaars kan ik de microfoon geven? Nou, we gaan eerst de winnaar even bellen. Zeg eens even een nummer. Oké. Het volgende nummer, het veld 54, is het veld wat gewonnen heeft. En er wordt op dit moment gebeld. Veltink uit Bergwijn, dat weten we. Veltink uit Bergwijn, Willy Veltink. En het telefoonnummer is Bergwijn 23. Gaat de prijs krijgen van de organisatie Herbert. Hier zo. Jij eentje. Ja? Oké. Okay. Dat het maar goed terecht mag komen. Ja, van harte gefeliciteerd en dat het maar goed terecht mag komen. Oké, dus dat is een prijs van 1227 euro. Nee, 1238 euro. De vecht. Als gevolg van de scheids- en reisactie organiseren door de familie Herbert. Op de foto's wordt op de video gelegd. Zijn er nog mensen die willen klappen? Dat mag ook. Heel die klappen. Ja, heel leuk. Ja, jammer dat je een koeienpak nu hebt. Ja, jammer. Ja, we zijn al blij. Ik wil graag op de verjaardag als de drie.